Welkom bij een andere aflevering van Sranatori. In deze aflevering zullen we het hebben over de politieke oorlog tussen Gooise minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, en ABAP-leider Ronnie Brunswijk. We zullen de samenleving vragen wat zij vinden van deze politieke strijd. Volgt u als deel van onze samenleving deze ontwikkelingen, het gevecht tussen Bronto Somaharjo en de vicepresident Brunswijk? Ja, ik denk dat iedereen dat volgt. Er is elke dag iets in de krant of op de radio of de televisie daarover. Dus ik volg het wel, ja. En wat vindt u van deze spanningen tussen deze twee heren? Zijn zulke conflicten normaal tijdens de verkiezingsperiode? Ik denk van wel. Dat is de Surinaamse politiek. Ik ben Surinamer en ik weet niet als u mij kent, maar ik was de ambassadeur van Suriname in New York. En ik heb altijd Surinaamse politiek gevolgd. En zaken van overlopen en dan zijn we vrienden en dan krijgen we ruzie en dan schelden we elkaar uit. En dat is onderdeel van het Surinaams politiek bestel eigenlijk. Dus het is normaal en ik had niet dat ik het had verwacht, maar als ik het zie gebeuren, dan denk ik niet dat het iets vreemds is. Enkele keer naartoe, meneer Chinoa vindt hij dat per. Ik denk, Boronto, je vindt dat geen serifi. Ai. Maar je vindt dat geen serifi, ik denk. Samechiere tak amana na na insere fa maifeti ay dos mino shi wan tumsi bigi sandabe sare tak dati on dat na ma wa ele ifora ma kiri tiktok ya tok na ma aben problem dos na ma ifeta nga ma serefi dat meshi mena fe na bon ta mena fe na bon akada fu dama fout ifa ma takwa awale ino kakiera ma Amma waarheid wa amam dede. Ano kanta. Soma taka waarheid volgens jou? Boronto. Tak af de man is de score na ben. Asan nu boven ook toe. De Benelang, de score toch. De man is het next. Next, de man is het aan de minus in next city. Des meta gokom, de meta gokom tak dos het anima. Next minus. Mille gâteau man. Des chimant man no money man. Ma ek chimant met akiba man. Next, des het hier. Is je dat de soort conflict is de normaal van we nader af verkiezingen? De verkiezingen? Hallo, de fan hoe doen? Is dat zang? Je hebt bepaald de maïkalibi le kung le karabin bari kon. Maar de zaad, no be de fan hoe doen? Afait altijd de te af verkiezen econader isabitok. Tak afaito de isabitok. Ai, mas filho, tá pro ministério tu, nini é de bom. Dá sowieso, o arichofele a bife de da pea. Ai. Des ma abde ma dorba. Des ma abde ma enda katak ba, de ma ibu yanga des hefin hu. Wa de ma no libi bu nanga des ma. Denkt u dat de relatie tussen de ABAP en PL definitief voorbij is? Of kunnen ze nog hun verschillen bijleggen? Ja, ook daarop heb ik... Mijn antwoord is definitief voorbij. In Suriname bestaat dat niet. Ik heb dat nooit gezien. Weet je, als vijanden, weet je, mensen die zich echt zien als vijanden, dat ze weer bij elkaar komen, dan worden ze broeders en dan krijgen ze ruzie en dan gaan ze weer uit elkaar en dan zijn er straks zijn er verkiezingen en dan zijn er weer politieke belangen daar en dan loopt men over en dan... Dat is normaal. Dat is normaal voor Suriname. Dus als men, uw vraag was als men, dat men nooit meer bij elkaar komt, ja, ik betwijfel dat. Vind je gewoon vanwege de geschiedenis van beide partijen. Nou ja, stel. Ja, stel. Ja. De Mawani. Verstand is even, tak verstand is even. Hou go. Ik heb een kanaka herstel hier, maar ik denk niet. Hai. Tak een relatie dat kan zitten. Maar zou je bevinden voor een samenwerking voor de mensen? Een samenwerking wel... Nou, ik denk dat de partij dat is. Een samenwerking, een samenwerking. Zolang het ook in de zin is. Of de mij een play, once en toe de mij doe ook toe, play met Turby. Maar als een ander Turby naar Monemeki. Monemeki, begin Monemeki, de mij feest te komen. Afvallig heb je na. Afvallig de andere armoede, we zien ook al. Ammonina, pai pai man. Kijk, als partijen in Suriname samenwerken op grond van ideologie, op grond van hun partijvisie, op grond van hun partijstrategie, dan vind ik het fantastisch. Maar in Suriname is dat niet het geval.
men loopt over omdat er belangen spelen. Weet je, ik krijg zoveel ministeries, ik kan mijn mensen regelen daar, ik kan dat doen. Dat is het. Dus ja, ik vind het wel jammer hoor dat het zo is in mijn land. En iedereen die mijn leeftijd is, ik ben nu 60, die vanaf de onafhankelijkheid in Suriname was, die heeft dat zien gebeuren. En jammer genoeg, we worden straks, zijn we een halve eeuw, bestaan we een halve eeuw als staat. Weet je, deze maand is het 49 jaar, volgend jaar is het 50. Het is een halve eeuw. En dat zijn de ervaringen waarmee we, weet je, eigenlijk hebben moeten leven. En daarin moet er wel verandering komen hoor. Want anders gaat dit land blijven sukkelen. En mijn oud-ambassadeur, hij is nog overleden, ambassadeur Illes, die zei het altijd van de politiek. Kijk maar, u bent oud genoeg. De politiek heeft dit land kapot gemaakt. Maar het is ook de politiek die het land versneld zou kunnen ontwikkelen. Maar dat goede politiek, niet de politiek die we nu meemaken. Soms op dat na bravo na Amapa, maar ze hebben begint, dat kan maar beter op onder Amaka. Dus sowieso, het is niet altijd Amataktak. Na bravo na maar onder Amaka maar bij de in het favoriet. Dus sowieso na mam luku van mij zitten. Is je leuk de Marokko samen bakken afverkiezing voor 25 mei 2025? Op. De maar ook zo op dat meer dat. Tamang, luku tamang, luku sata mamandu. Even no mandu en me kwata ma luku samandu. Dat na if somo fensitel na somo fensitel sowieso if he fensitel dat sowieso de maar bij van u maar even no feni. Daar is het. Ik denk dat PL, de politiek, de man klaar is dat politiek gebied. De man eigenlijk, ik had dat DD in dat politiek gebied. En je verwacht dat Trapartij zijn voordeel naar de historie is. Dat PL eigenlijk, de man klaar is naar politiek. Sowieso, de man klaar is. Omdat, als je bevindt, dan was het naar karakter voor Abob. Dat waardoor dat je ook wel dat je nog vindt door een zetel. Want dan karakter dat je bevindt een zetel. Dan nu, als samenwerken dat komt door elkaar. Dus ik denk dat je een zetel hebt. De mazere voor je naar true. Ah, de man nog vindt meer. En soort partij ook op voordeel naar op je story die stak PL eigenlijk de mij zakken gooien? Oh, nou, de moro bigi partij toch. De moro bigi partij. En nu de moro bigi partij naar VAP, ABOP. En de NDP. Ik denk dat je wel vindt deze titel. Ah, de rest nog vindt. De mening van de samenleving aanhoren in de kwestie waarbij de vicevoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams, aangaf dat bij een verkiezingswinst aan Bouterse gratie verleend zou worden. We naderen de verkiezingen en worden er massameetings gehouden, wijkvergaderingen, etc. Tijdens een wijkvergadering van de NDP gaf de ondervoorzitter van de partij, Ramon Abrahams, aan dat er een missie is om de voortvluchtige Desi Bouterse terug te brengen na de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2025. Daarvoor moet NDP de verkiezingen grandioos winnen. Abrahams verwacht meer dan 20 zetels voor de Paarse Partij. Wat is uw mening over het feit dat de NDP de verkiezingen wenst te winnen om Bouterse terug te halen? Nee, is niet goed. Kijk, de NDP wil de verkiezingen niet winnen om Bouterse terug te halen. Kijk, mocht het zijn, als we de verkiezingen hebben gewonnen, toch? Gaat men dat ding bespreken? Is het bespreekbaar? Al gaan we met iemand anders samenwerken. Kijk, die samenleving heeft niet gezegd dat we Bouterse weg moesten jagen. Santokki is verkeerd geweest, president Santokki. Hij zou komen om Bouterse weg te halen. Dat was niet de bedoeling. Hij zou komen om Suriname goed te maken of beter te maken. Maar hij heeft een hoopje rotzooi van gemaakt. Kijk, ze moeten het verschil niet komen brengen dat wat de NDP wil winnen, goed voor goed, om Bouterse terug te brengen. Dat is niet waar. Is helemaal niet waar, Isabito. Is niet waar, Isabito. Als de NDP bijvoorbeeld heeft gewonnen, gaan we kijken, want iedereen kreeg garantie. Ook de gedetineerden kregen dat toch. En het is een oneerlijke situatie geweest. Die hele strafproces was oneerlijk. Ja toch? Dan mag zo zijn dat bijvoorbeeld Bouterse terugkomt. Ik wil mijn Suriname niet daar in het buitenland. Of we baken hem af. Dat werkt niet. Is niet dat NDP moet winnen, goed voor goed, om Bouterse terug te krijgen. Ook als er een andere regering komen, zouden we ook vragen voor garantie, zodat Bouterse terug zou komen. Want het was geen eerlijke proces. Dus ik nou mijn mening is dat ik als mens, we gaan in de fout. En iedereen heeft recht op
een hoe zat dat hier, vergeving. Maar ook toen maakte er tussen van als mens omloop. Voor een situatie, dat is ligt niet alleen maar bij een organisatie, het ligt nog aan volk ook toe. En de nabestaanden ook toe, zoals je doet. Dus voor de maat denken about it, is dat toch? Maar hoe zat dat hier? Vergeving is iets goeds, zodat, want die gado, met een boy, dat man kruisig en zegt, die onlibis maar, dan moeten we vergevens kunnen zijn. En want samsak bij ons, maar draaien we ook zo terug, dat is maar kalibi bakken. Dus dan, tel ik dat. Man, somebody will take them, oké. Atau dati, atau pistol dati, oke. Okay. Alas semua, abu alibis semua, saya tahu. And ulas semua, ulas semua, moyang war, penetah tru, tak? Mi oteri matak make them fokus na terasa ni remi ma. Eluk fa akun re edrai, make them aliba ag agde semua sendati putang wasi fosi. Unabasan efanoru nono, nono umel semua epina ni akun re asan nego, saya tahu. Make them fokus na terasa, make them nego fokus. A de sosten dat moro no no wati sabsago en asari of the tatru fosato ano no luko akondre next ne wena akondre next ne waka alas my stress tab ko score ne de benenat mes ma e bari e foto ja a so spy de isato nek de ma focus atrasanere mi ma nek de ma elbasati botos ne nek de ma de sati nek de ma focus atrasani e de ma na bigi matoman e de ma no tiningre. Pas nato. Ik ben een charre kondre. Ik ben een kondre. Ik pas nato. Ik neem ze daar sambo. No no, uno one year next. Sorry focus no no. 20 fever 20 mei ekon. Ik zei to. Alle twee focus no no. Amanum kost kunt dan dan die zie dan ook wat actie zijn more san sanati. Make the man focus na sanati. As na test pa omens ma ede no no. Omens ma stressing na kondre. That me don't take the man. On mijn focus het was aan het noemen, om eens maar even naar kondre, maar dat moet ik. Ik vind dat de maar ik kies eerder die bouters dan aan toekomst voor Suriname. Nee, aan het dat de maar ik kies eerder die bouters die aan toekomst. Ik denk dat kijk, in een organisatie heb je een groep. Je hebt mensen waarop je kan bouwen, dat is een fundering. En van daaruit, ik denk dat dit ik kan stap, dat de maar ik en zo. Maar nee, ik denk dat men leert uit zijn fouten. Dus uit de fout zijn maar Mickey, die man heb ik corrigeren nu. Oké, okay, als ze aan de macht komen hoor, want dat ding is net als een week zal noemen, maar nobody knows. Maar ik hoop dat ondanks wie ze komen bakken, dan gaan de intrapartij dat de man kan roken samen, lukken gaan naar één richting en dat we kan bouwen aan konden op. En of lukken negatief zijn niet, terwijl ik ga naar verleden, ik ga lukken bakken samen, daar help je het volk niet mee. Ga kijken vooruit, want vooruit om lukken voor ook aan lukken samen. Dan gaan olie en gas, iedereen wil aan de macht komen. Maar maak de man gebruik als systeem boom, de verstand boom, zodat dat volk kan profiteren. Zo misschien. Dat moet toch gek ergens zijn, toch? Dus één persoon, de heer Boutersen. De Boutersen is één persoon. Het gaat helemaal niet om Boutersen. Ze willen verwarring brengen in die systeem. Om verwarring te brengen in die samenleving. Dat als NDP wint, komt Boutersen terug. Niemand haat Boutersen. Niemand haat Boutersen. Het is een verwarring willen ze scheppen in die samenleving. Maar we zijn alert wat dat betreft. Het gaat niet om Boutersen, het gaat om Suriname. Ja toch? Unom schroef naar NDP zo. NDP gaat niet voor Boutersen. NDP gaat voor welvaart van Suriname. En dat hebben we altijd bewezen hoor. Altijd is er ontwikkeling geweest tijdens de NDP-regering. Wie heeft die burger gezet? Wie heeft die stichting woningen geplaatst? Wie heeft Sunny Point geasfalteerd? Evram Segel, wie heeft het gehad? Zo kunnen we doorgaan. Deze regering heeft niets betekend voor die samenleving. Alleen maar verdriet, pijn en dood. Isabi toch? Unos pa meder. Vindt u dat Boutersen vervolgd moest worden en dat hij moest vluchten? Boutersen moest niet vervolgd worden. Waarvoor? We zitten al lang opgescheept. Ze schepen mij op en mee en denken dat ze mij nageslaghoeker op gaan schepen met dit ding. Het is verwarring hoor. Jullie zijn al oud hoor. Gaan jullie hobbelen? Ik zeg jullie, gaan jullie hobbelen? Jullie oudjes zijn een probleem. Jullie houden die samenleving. Die jongeren houden jullie achter. Dat is mijn wanneer. Dat is mijn wanneer. Ik heb een kondre gekomen in de lama. Dat is mijn wanneer. Dat is het. Oké, maar abu tak. Ik heb een pisse abu. Ik was tanto. Maar amassade janon. Ik heb een pisse man. Maar abu. Maar ik heb een pisse abu. Ik was tanto. Maar ik heb een pisse abu. Acte ce monstre mec de malba santa on assez fossi mec de manou asante epsa menten bamima
No, afore twee go ma akondre na dev de omens me bari e desma epina en omens pide rina kondre. E lo komensa ni epsa no. Tap sei omens so san epsa. Desma ede e wous. Desma ede spami ma. No ma go focus na baka sa moro. No san wan si no en 25 20 ekon. Nee, de masabi. Alama ede espano no na kondre. Kijk, als je wat hebt gedaan, zijn de consequenties daar. Mij attacken altijd. If you go begaan fout, voor het geld voor een ieder, zowel van kind af te lek bij je, if you go in de fout, zijn de consequenties aan verbonden. Dus dat ga je niet ontlopen. If you make one fout, de man straf je daarvoor. Oké, okay, je bent voorvluchtig, je hebt je dingen gedaan, ik weet. Maar if de man kiest, de man aan berecht. En dat zo hoort het. Want je gaat, het is een samenleving die democratisch is, is dat toch? Dus dat moet berecht in, hoor. Is je leuk NDPO winnen verkiezing voor 25 mei, 2025? Nee, maar. Ik weet niet wat ik denk, maar hoe is dat? Als ik als een Ouspa, maar ik denk dat ik winnen aan de zijde. Ik ga door alles aan. Ik was dat hoor. Ik denk dat NDPO winnen. Dat is door. De man winnen. Ik was dat hoor. Ik ga de bepaal ge alasan. Niet dat met de mij winning, maar ze kunnen er met een aantal zetels komen. Ik kan, maar ik zeg, ze gaan samen gezamenlijk moeten werken. Zowel de NPS, dus NDP, NPS, dan een Karkong, een ABOP. De moro gaan samen, een zetel, no maar de moro, want a people las eigenlijk een heer geloof in een heer systeem. Dus laten we hopen, ze gaan moeten samenwerken. Wat ze ook doen. Kijk, het is geen keus meer. NDP wint deze verkiezing grandioos. Het komt niet door ons, het komt door de president zijn schuld. Hij is gekomen gebaseerd op leugens. Zie je, je kan niet waarmaken, ik jong grabataki in een behoring. Je ziet een probleem nu. Je ziet dat NDP altijd zit in toch. Nu hebben we een probleem, dat is ook broeien NDP. Maar NDP is niet broeien. NDP wint een verkiezing die is grandioos. Zo heeft u het gehoord van enkele burgers binnen onze samenleving. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Serenatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Serenatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.